Steunpunt Zevenaar is een van de bijna 60 locaties waar Rijkswaterstaat de strooiwagens controleert. Ook de sneeuwschuivers krijgen een uitgebreide inspectiebeurt. Rijkswaterstaat doet dit elk jaar voor 1 oktober. Een half jaar hebben ze stilgestaan. Als er de sneeuw invalt, dat het allemaal ook werkt. Er zit toch wel wat techniek bij. Er kan altijd maar wat gebeuren en als het zover is, dan moet het ook werken. En zo niet, dan schaft Rijkswaterstaat nieuw materiaal aan. Zoals deze gloednieuwe strooiinstallatie. Vorige winter viel het erg mee met de sneeuw en is er weinig gestrooid. Dus in elk geval is er genoeg voorraad voor de komende winter. Daar ligt ongeveer 1200 ton zout. Daar kunnen wij heel wat keertjes rond. Ik zou nu zo eventueel niet weten hoeveel, maar er ligt behoorlijk wat. En hoopt u nou stiekem op een hele strenge winter, zodat u die lekker kan strooien? Ja, tuurlijk. Uren maken, hè?